hier of iedereen op tijd is. Ja. Dit oude Luxor Theater in Rotterdam stroomt langzaam maar zeker helemaal vol. Al die mensen op weg naar de reunie van Los Vast. En saamhorigheid. En ja, daar keek ik toch elke week naar uit. Ome Joop, is die er ook? ik heb zo'n vermoeden. Ik heb zo'n vermoeden dat Ome Joop is. Het is complete chaos, omdat je in een vrij korte tijd heel veel artiesten moet soundchecken en repeteren. En dat is nu in volle gang, dus ik ben blij dat jij me belt, want nu sta ik lekker even buiten. Ongelooflijk ook. Bij Stiekem Dans gingen ze allemaal uit de stoelen. Ja, geweldig. En de tipparade, als je daarin kwam, dan werden je singles pas ingekocht door de winkels. Dus als je er dan bij wijze van spreken 5 nodig had en je had er maar 4, dan was je dolblij dat je de 5e bij Jan Rietman kon halen. Voorbeeld ervan is Ik Dans Dus Ik Besta, die eerst helemaal niet wilde. En dankzij Jan Rietman toch uiteindelijk een vrij fors hit. We doen net alsof ze gewoon verder leeft. Alsof ze gewoon verder leeft. Zelfs als het niet zo is. Kijk, dat liedje Santa Lucia, dat heb ik natuurlijk al 50.000 keer gezongen. Maar om even lekker rock and roll te spelen wie die bent, dat is natuurlijk een ander verhaal. Daar gaat mijn hart van open. Het raarste moment was dat wij zo loyaal waren aan Los Vast. Want Jan die deed alles voor de Nederlandse artiesten. En dat we een keer in Griekenland zaten, hadden we een tv-show. En toen zijn we s'nachts met een nachtvlucht teruggegaan. Omdat we op tijd in Tolen wilden zijn. Gewoon als een soort, kijk, Los Vast liet je niet schieten. Dat was een geste. Ja. Muziek, dat is toch tropenjaren gewoon. Het is toch, je leeft dubbel. Dit jubileumprogramma, dat is uniek. Ja, omdat is uniek. Deze line-up. Ja. Krijg je nooit meer bij elkaar. Volg je gewoon in de Kuiphuren. En het leukste was, Lee Towers kwam gewoon naast hem zitten. Wat is dit voor album, joh? Wat is dit voor LP? Dat is een losvast Kuipspektakel. Op LP? Ja. Ik zoek Jan Rietman, ik wil een handtekening. Ja, nou ja, bril opdoen dan vooral en uitkijken naar Jan Rietman. Ja, ik hou mijn ogen open. Dankjewel. Nou, dit is de plaat van Hans de Boy. Die kocht ik toen ik 17 was. 35 jaar geleden, meer dan 30 jaar geleden. Bij Radio Jansen voor €24. Enorme fan van Hans. En hem nooit meer gezien. En hij was dus hier en hij heeft hem gesigneerd. Ik vond het echt geweldig dat ik het mee mocht maken. Waar heb je het meest van genoten? Toontje Lager. Ja, dat wou ik vroeger al live zien, maar ja, nu kon het. Ik ben heel gelukkig. Ik hoop dat het publiek tevreden is en dat wij tevreden zijn als team. Zeker. Ja, zeker.